Frank van Marle, wat een drukte hier. Wat is er aan de hand? Ja, we hebben hier vandaag ons jaarlijks oogfeest bij Erve van Marle aan de Mooie Vrouwenweg in Almelo. En we hebben hier dus één keer per jaar een mini-streekmarkt voor aandeelhouders die zeg maar participeren in dit bedrijfje, in deze stadsboerderij. En alle andere belangstellenden die hier of uit de buurt komen of op andere manieren het leuk vinden om hier te zijn. Andere manier van boer zijn, hè? Heb je een trekker? Nee, ik heb geen trekker. Ik ga ook niet naar het provinciehuis. Nee, wij doen het op de stadslandbouw manier en zoveel mogelijk zonder mechanische krachten ook. Dus ja, op die manier proberen wij de landbouw ook te bedrijven. Ja. Nou, wat is hier allemaal te doen dan? Nou, vandaag is er dus een streekmarkt met allerlei standjes. Van pompoenen tot honing, tot kaas, tot bier. Allemaal zelf gemaakt. Limoncello zelf gemaakt. En allerlei lekkere hapjes en drankjes met een topkok. Dus ja, we hebben gewoon van alles wat. Topkok? Ja. Lucas Kolsteen van Eetrijk. Die komt hier elk jaar op het oogstfeest koken. En de mensen eten de vingers er bijna erbij op. Dus dat is elk jaar een groot succes. Zeg maar, het wordt een rustig seizoen nu voor de stadsboer. Jazeker, het drukke seizoen is voorbij. In de zomer is natuurlijk zonder meer veel meer werk op de boerderij. Maar wij melken in de zomer de schapen ook en maken er kaas van. En dat is nu voorbij. De kaas wordt hier dus ook verkocht nu. En dus zeg maar, het seizoen loopt op zijn eind en dan gaan we de winterrust in. En dan kan de stadsboer op zijn hooizolder gaan liggen slapen? Nee, ik heb ook nog wat andere projecten, dus het gaat gewoon door. Alleen niet meer zoveel buiten hier op de boerderij. Dankjewel. Oké, graag gedaan.